Goedemiddag, het is dinsdag, dit is Bureau Bart. Op een beetje een mistige dag. Ik vond het vanmorgen erg mistig naar buiten toen ik de gordijnen opzij schoof. Ja, we gaan het even hebben over het welzijn van de dieren. Heel belangrijk onderwerp. En het Nijmeegse raadslid Lisa Westerveld is van GroenLinks. En zij is bezorgd over de brandveiligheid van dierenstallen. Aanleiding is de brand bij stal bij bedrijventerrein Bijsterhuizen, waar begin dit jaar 3000 varkens omkwamen. Mevrouw Westerveld is in de studio. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, waarom deze extra zorgen nu? Nou, ik ben eigenlijk vooral toen wel geschrokken van het nieuws dat 3000 varkens omkomen. Die eigenlijk vastzitten. Er is brand om hen heen. Ze kunnen niet weg en ze komen om. En dat deed mij eigenlijk beseffen dat dat je ook als Nijmeegse raadslid niet alleen opkomt voor de belangen van de inwoners van deze stad, maar ook wel oog mag hebben voor dierenwelzijn. Ja, waarom gaat het eigenlijk nog steeds zo vaak mis? Ja, dat is een goede vraag. Want als je kijkt naar landelijke cijfers, dan zijn er vorig jaar, in 2016 dus, meer dan 200.000 dieren omgekomen bij branden. Ja. En ik heb dus eens gekeken van wat gebeurt er nou wettelijk gezien. En dan merk je toch dat in de Tweede Kamer wel vragen worden gesteld over dit onderwerp. Hè, en dat er wel wordt gekeken van hoe kunnen we dan die brandveiligheid verbeteren. Maar dat er eigenlijk nog veel te weinig gebeurt, ook landelijk gezien. Het blijft steken bij het ministerie toch, bij de staatssecretaris. Die zegt, ja, we moeten het maar beter gaan onderzoeken. En er is een eis. Het bouwbesluit stelt een aantal strengere regels als het gaat om brandveiligheid. Maar er zijn heel veel stallen die zijn ouder dan 2014. Hè? Die zijn nog van daarvoor. En ik wil heel graag weten van die stallen die we in Nijmegen hebben. Dat zijn er niet zo heel veel. Maar voldoen die nou aan die eisen van het bouwbesluit? Of zijn die nog verouderd en zijn er eigenlijk veel te weinig brandwerende maatregelen in die stallen? Als raadslid heb je een paar manieren om achter informatie te komen. Dat is natuurlijk eerst dat je zelf gaat zoeken via internet van wat kan ik eigenlijk vinden. Ja. Nou, daar konden we niet zo heel veel vinden over de situatie van de Nijmeegse stallen. Dus ik heb vragen gesteld aan het college van burgemeesters en wethouders. Van hoeveel stallen hebben we eigenlijk in Nijmegen waar meer dan 50 dieren in verblijven? Wat zijn nou de eisen die we hebben? Mag je als Nijmegen aanvullende eisen herstellen? Bijvoorbeeld als het gaat om sprinklers, als het gaat om vluchtwegen voor de dieren. Dus ik heb dat soort vragen gesteld. Ik heb ook gevraagd hoe vaak komt de brandweer eigenlijk controleren of die stallen wel brandveilig genoeg zijn. En op het moment dat we die antwoorden hebben, dan kunnen we ook verder. En dan kunnen we ook besluiten of we dit nou bijvoorbeeld een debat willen maken in de Nijmeegse gemeenteraad. Ik kom zelf uit een boerenfamilie. Of in ieder geval mijn opa van de ene kant die had een legbatterij. En mijn andere opa die had een veehouderij. Dus dan ken je die stal ook best wel redelijk goed van binnen. Als nu een brand uitbreekt, dan zijn vaak die gevolgen voor de dieren, maar ook voor de eigenaar natuurlijk van die stallen, veel groter. Ja. En dat maakt ook dat het probleem nu echt des te urgent is geworden. En dat we echt moeten kijken, vind ik, ook wat je in Nijmegen daaraan kunt doen. Misschien nog een kleine toevoeging. Het gaat wat mij betreft, in dit geval hebben we het over brandveiligheid. Ja. Maar er zou natuurlijk als het gaat om dierenwelzijn nog veel meer moeten gebeuren. Hè, bijvoorbeeld als je het hebt over die lange veetransporten. Ook dat soort zaken zouden we eigenlijk moeten aanpakken. Maar ook dat kunnen we niet alleen in Nijmegen, maar dat zou ook landelijk moeten gebeuren. Helemaal helder. Er gaat een hele dikke streep onder gezet worden. En een uitroepteken. Ik hoop het. Dankjewel Lisa Westerveld.